Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond al een kleine 10 jaar lang interviewen Stekel en ik gasten uit de hele wereld. Eerst even over de locatie, Stekel, want het is al een tijdje geleden dat we zo dicht bij elkaar hebben gezeten. Ja, het is echt 1,5 meter. Het is 1,5 meter, dit klopt. Kijk. De afstand klopt helemaal. Vanuit Durgerdam. Want ja, het is toch leuker zo, vind je niet? Ja, ik was er ook wel helemaal klaar mee met dat alleen maar videocallen. Dus ik ben heel blij. We hebben vandaag ook samen nog een paar andere dingen gedaan. Projecten waar we samen in zitten. Ja. En het is gewoon ook echt wel heel fijn om weer eventjes met elkaar op één locatie te werken. Absoluut. En het mooie is tegelijkertijd dat we mensen van andere locaties in die uitzending kunnen trekken. Joost van de Griense, je bent van Dynaction, zal je zeggen, neem ik aan. Of zeg je Dynaction? Wat zeg je in Eindhoven waar je vandaan komt? Wij zeggen Dynaction. Oké, en ja. Wat doen jullie? Dynaction is een jonge start-up, gelokaliseerd op de Hightech Campus in Eindhoven, ook wel de Brainport regio genoemd. En wij ontwikkelen een systeem om in pakjes en in koffers te kunnen zien wat erin zit aan explosieven of drugs of andere verboden materialen. En dat doen wij, zoals wij dat in onze slogan noemen, tot op atoomniveau. Dat is wat wij doen. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen van die apparaten die we nu eigenlijk kennen van Schiphol, de klassieke beveiligingsapparaten? Ja, en dat is ook de reden dat wij zeggen tot op atoomniveau. Want het lastige tussen aanhalingstekens is een beetje dat als wij over onszelf praten, iedereen meteen aan die apparaten op Schiphol denkt. En inderdaad, zo'n apparaat ontwikkelen wij. Wij doen dat overigens niet voor handbagage. Daar kom ik straks misschien ook nog wel even op terug. Wij doen dat voor koffers. Maar ook in de kelder van Schiphol, daar staan grote apparaten waar de koffers doorheen gaan om gescand te worden. Het grote verschil tussen wat eigenlijk alle apparaten doen en ons apparaat is, al die apparaten zijn gebaseerd op X-ray-systematiek, X-ray-technologie, en in een geavanceerde vorm CT-technologie, wat we ook kennen van de ziekenhuizen. En dat betekent dat die apparaten een beeld maken, een image. En dat image dat moet bekeken worden, dat kan door een computer, maar eigenlijk moet het in de meeste gevallen bekeken worden door een mens, een persoon. Dat kost veel tijd, dat kost geld en dat doen wij anders. Wij maken geen gebruik van X-ray technologie of CT technologie. Wij maken gebruik van neutronen. En daardoor maken wij geen images, maar wij maken energiespectra. En dan kun je precies tot op atoomniveau eigenlijk analyseren welke stoffen er in een koffer zitten. Dat is in het kort. Ja. Is dit technologie die we kennen uit andere sectoren? Wordt het in de medische sector bijvoorbeeld gebruikt? Of is dit echt nieuwe technologie die door jullie ontwikkeld is? Ja, het is een hele leuke en goede vraag. Deels maken wij gebruik... Deels maken wij gebruik van bestaande technologie. Ik zal even proberen kort uit te leggen hoe zo'n apparaat eruit ziet en wat dat betekent. Het is algemeen bekend in de fysica dat als je neutronen bombardeert, als het ware, op atomen, dan krijg je een reactie. En die reactie die vormt zich in de vorm van gammastralen en die vormt zich in de vorm van gereflecteerde en gedeflecteerde neutronen. Maar om die neutronen op te wekken, daar heb je een zogenaamde generator, een neutronengenerator voor nodig. En dat deel van het systeem, dat is relatief bestaande technologie. Dat heet ook wel in de volksmond deeltjesversneller. Die kennen we bijvoorbeeld van het CERN in Zwitserland. Daar maken ze hele grote deeltjesversnellers. Maar daar maken ze ook compacte deeltjesversnellers. En die deeltjesversnellers die worden inderdaad ook in de medische technologie gebruikt om bijvoorbeeld geen neutronen, maar protonen op te wekken voor kankertherapie. Wij maken onder andere gebruik van zo'n deeltjesversneller. Alleen wij wekken geen protonen op. Wij doen het op een iets andere manier. Maar gepatenteerd, dus daar kan ik niet te veel over zeggen. Wij wekken juist geen protonen op, maar neutronen. En met die neutronen schieten we dus op de atomen in zo'n bakje. Nogmaals, dat resulteert in gammastralen en gereflecteerde en gedeflecteerde neutronen. Die detecteren we, daar vormen we spectra van. En die spectra die zeggen eigenlijk, aan het energiespectrum kun je eigenlijk zien welke atomen erin zitten. En dus kunnen wij het verschil zien tussen bijvoorbeeld melkpoeder en cocaïne. Terwijl zo'n X-ray apparaat, die kijkt alleen maar naar dichtheden en die ziet dus, hé, daar zou wel eens
poeder in kunnen zitten. Maar die kan dus niet zien of dat babypoeder is, of melkpoeder, of meel, of suiker, of misschien wel cocaïne. Hoe zeker zijn jullie, zeg maar, als jullie zeggen dit is cocaïne, het is geen melkpoeder, met welke zekerheid kunnen jullie dat zeggen? Ja, jullie zijn goed voorbereid. Weer een leuke vraag. En een goede vraag. Ja, dat is nog best lastig, maar laat ik zo zeggen, wat wij doen eigenlijk, wij meten de verhoudingen van een aantal atomen. Je zou je voor kunnen stellen, wij doen op dit moment simulaties, want we zijn nog niet zo ver dat we al een volledig systeem hebben gebouwd, want het is een behoorlijk complex systeem. Maar in die simulaties kijken we naar 4 atomen, waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof. En we meten als het ware de verhouding tussen die 4 atomen. En als die verhouding, ik noem maar iets, A, B, C, D is, dan weet je eigenlijk toch wel 98% à 99% zeker welke stof het is. Dus die nauwkeurigheid, die is extreem hoog. Want je kunt je voorstellen, als de verhouding A, B, C, F is, dan is het een andere stof als dat het A, B, C, D is. En zeker cocaïne en melkpoeder liggen ver uit elkaar. Het wordt wat lastiger als we het over drugs hebben, als er drugs zijn die in samenstelling heel dicht bij elkaar zitten. Maar meestal is het zo dat als die in samenstelling heel dicht bij elkaar zitten, dan zijn het ook allemaal echt drugs. En het is bijvoorbeeld niet zo dat er een drug is die een samenstelling heeft die heel veel op, ik noem maar iets, paracetamol lijkt, wat je wel in mag nemen. Dus, ja, Joost, wat mij altijd opvalt als ik op Schiphol ben en ik moet mijn handbagage door zo'n scanner doen. Jij zei het aan het begin al even, dat er altijd menselijk handelen zit, achter zit. Er zitten mensen zitten naar een monitor te staren en die zijn denk ik daar hartstikke ervaren in en goed opgeleid. En die herkennen een nagelschaartje en dan moet ik mijn tas open doen en dan wordt het nagelschaartje eruit gehaald. Ja. Wij doen hier natuurlijk al heel lang wekelijks uitzendingen en wij horen steeds maar de beloftes van de kunstmatige intelligentie en de machine learning, beeldherkenning, intelligente beeldherkenning. Dus ik heb al zo vaak gedacht, kan dit nou niet geautomatiseerd? En gaan jullie met jullie technologie dus naar een systeem toe waarbij eigenlijk het apparaat zegt, hier zit dat en dat en dat in. En als dan er één dingetje bij zit wat toevallig op het lijstje staat van dingen die niet mag, stop. Dat wordt eruit gehaald. Ja, wij doen het inderdaad heel plat gezegd helemaal met het apparaat zonder mensen. Om de simpele reden dat het niet zo moeilijk is om een database op te bouwen, zijn we zelfs nu al mee bezig, om een database op te bouwen van alle mogelijke drugs en gevaarlijke stoffen. Van al die stoffen is bekend wat de samenstelling is. Dus de artificial intelligence en de algoritmes in ons systeem, die kunnen in een split second herkennen of het inderdaad cocaïne is of een andere stof. En dat doet hij dus inderdaad volledig automated, volledig zonder menselijk tussenkomen. Nou is waar hebben jullie je systeem inmiddels draaien? Nog nergens. Wij zijn, zoals ik in het begin zei, een jonge start-up. Wij zijn nu ongeveer een jaar, iets meer dan een jaar oud. En je kunt je voorstellen, zo'n systeem, als je in de kelder van Schiphol zou rondlopen, dan zie je dat daar CT-systemen staan die 8 meter lang zijn, 3 meter hoog en 3 meter breed. Nou, zo groot wordt ons systeem ook. En dat zijn complexe systemen, die bestaan uit ingewikkelde onderdelen. Die moeten stuk voor stuk ontwikkeld worden, getest worden, gesimuleerd worden. Dus wij zijn in zoverre een unieke start-up dat wij nog wel een paar jaar te gaan hebben voordat we een commercieel product echt op de markt hebben. Want jullie hebben het nu, zei je eerder al, in jullie laboratorium, zeg maar, in jullie proefomgeving, hebben jullie het draaien. Dus dat is eigenlijk van, kunnen we het herkennen en kunnen we het met een grote mate van zekerheid herkennen? En ja, nu we hebben computersimulaties gedaan. We hebben nog niks gebouwd. We zijn nu bezig met wat wij noemen subsystemen te ontwerpen. Ons eerste subsysteem hadden we eind maart in Amerika willen testen. Omdat de deeltjesversneller die we willen gebruiken, eigenlijk de beste die er in de wereld is, die staat in Amerika. Die mag dat land ook niet zomaar verlaten. En dat is door corona helaas wat uitgesteld. Maar we hebben dus tot op heden simulaties gedaan. Wij gaan dit jaar
subsystemen testen, nogmaals in Amerika. Dus dan testen we de generator en we testen ook de zogenaamde detectoren die de gammastralen gaan detecteren. Dan weten we hoe die systemen er het beste uit moeten zien. Dan hebben we antwoorden op vragen als hoe breed moet de beam zijn, hoe sterk moet de beam zijn, et cetera. En dan gaan we volgend jaar een echt volledig prototype bouwen. En dat is ook nog best een klus. Daar hebben we ook een substantiële hoeveelheid funding voor nodig. We denken dat we daar een jaar over doen en dat we zo'n 5 miljoen nodig hebben om een werkend prototype te maken. Dus wij zijn, wij noemen ons wel eens de ASML van de security equipment. We hebben een lange weg te gaan. En het gaat nog zeker een paar jaar duren voordat het product op de markt is. Zijn jullie daarvoor nog op zoek naar investeerders of heb je in principe je funding al rond om dat prototype te bouwen? Nee, voor het prototype niet. We zijn wel zeer trots op het feit dat we net voordat al die corona support regelingen begonnen te horen hebben gekregen dat wij funding hebben gekregen van de overheid via de zogenaamde vroege fase financiering. Dat staat dus los van de corona-overbruggingssupportregels. Dus wij hebben gewoon op de reguliere manier support gekregen van de overheid. Dat is een bedrag van 350.000 euro. Daar zijn we apen trots op, want dat betekent dat de overheid ook brood in ons product ziet. Daar kunnen we tot het eind van het jaar mee vooruit. Het is bedoeld om die proof of concept te gaan doen in Amerika. Daar is dat geld voor bedoeld. En dat moet dan zoveel bewijs opleveren, dat proof of concept, dat we daarmee hopelijk investeerders voor een bedrag van 5 à 6 miljoen aantrekken om volgend jaar dat prototype te maken. Dus hebben we nu investeerders nodig? Nee. Hebben we eind van het jaar investeerders nodig? Ja. En zelfs behoorlijk grote investeringsbedragen. Ja, we nemen even een vraag van Twitter, Johan Schaap, die zit mee te kijken en die vraagt hoe zit het met samengestelde stoffen en producten? Dus als er bijvoorbeeld een bestanddeel van drugs ergens in zit, hoe gaat jullie technologie daarmee om? Ja, dat is voor ons een lastige, maar hij is voor X-ray en CT-systemen nog lastiger. Dus in zijn algemeenheid, als drugs vermengd worden met elkaar, en dat doen criminelen natuurlijk heel veel. Als drugs vermengd worden met elkaar, dan wordt het lastig. Wij zijn wel in onze simulaties al zover dat wij kunnen detecteren tot op ongeveer 50 gram. En voor CT en X-ray systemen is dat erg moeilijk, die kleine hoeveelheden. Maar als je inderdaad bij wijze van spreken paracetamol en cocaïne door elkaar gaat mengen, ja, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Maar wat ik al zeg, dat is net zo lastig voor CT-systemen. Of eigenlijk nog veel lastiger voor hun. Dus dan zou je, om dat te detecteren, moet je echt de stof eruit halen. En dan moet je de stof als het ware onder een tomografieapparaat leggen om precies te detecteren wat erin zit. Maar dan moet je alles openmaken. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Ja. waar ligt het begin, zeg maar? Het bedenken van dat het waardevol zou zijn. Oké, dat is één ding. Maar dan zeggen van, we gaan er een paar jaar ziel en zaligheid in stoppen. Ja. Om dat een succes te maken, dat is een ander ding. Ja, je verklaart ons nog net niet voor gek, hoor ik. Absoluut niet. Nee, wij, en dat zijn dan mijn mede-co-founder en ik, wij geloven hier heel sterk in. Het idee is eigenlijk gekomen van mijn mede-founder. Die heeft 10 jaar geleden, is die gepromoveerd op het detecteren van landmijnen met behulp van neutronentechnologie. En wat is nou eigenlijk zo bijzonder? De theorie, de natuurkundige theorie van het detecteren van materiaal, het identificeren, moet ik eigenlijk zeggen, van materiaal middels het bombarderen van neutronen, is al 20 jaar oud, 30 jaar oud. Daar zijn al bij wijze van spreken Nobelprijswinnaars, Nobelprijzen opgewonnen. Daar zijn hele proefschriften over geschreven. Maar er is nog nooit iemand die het gelukt is om het in een heel compact systeem bij elkaar te brengen. Wat wij eigenlijk doen is, wij denken dat de tijd nu rijp is om zowel de generator compact uit te voeren, computerkrachten zijn groot genoeg, er zijn nieuwe detectoren. Wij brengen eigenlijk al die systemen bij elkaar om daar een compact, klein, compact is nog steeds 1,8 meter lang, maar in ieder geval een behapbare product van te maken. En dan zou je de vraag kunnen stellen, goh, is er dan nog nooit iemand anders op dat idee gekomen? Ja, tot op heden, en we zijn toch ook in Amerika
hebben we al, zal ik zoiets over vertellen, een redelijke bekendheid met ons systeem. Omdat men toch wel heel nieuwsgierig was van, goh, hoe is het toch mogelijk dat zo'n klein clubje gekken in Eindhoven beweert dit te kunnen. Maar er is nog niemand die inderdaad gezegd heeft van ja, dat kunnen wij ook, of daar zijn wij ook mee bezig. Dus nu, wel, is eigenlijk... nu wel genoeg cliffhangers, Joost, kom maar op met dat Amerika-verhaal. Nou ja, het leuke van het Amerika-verhaal is, in Amerika, nou dat is dan eigenlijk niet leuk om te vertellen, maar in Amerika heb je de zogenaamde opioidcrisis. Er sterven in Amerika 70.000 mensen per jaar aan een overdosis opiaten. En dan moet je denken aan opiaten die wij in Nederland eigenlijk nog niet kennen, met name bijvoorbeeld fentanyl. Dat is een pijnstiller, een opiaat die 130 keer sterker is dan morfine. En als je dat, net als wij in Nederland dat wel eens doen, willen testen of proberen zoals je ecstasy probeert, dan ben je gewoon dood. Daar sterven dus 70.000 mensen per jaar aan, ook omdat ze verslaafd zijn aan opiaten in Amerika. En een heel groot deel van die opiaten komt binnen via post en pakketjes, omdat ze illegaal besteld worden in landen als productielanden als China en Mexico. Echt een groot probleem voor de Amerikaanse economie. Als je naar de website van het Witte Huis gaat, dan zie je ook dat er heel veel aandacht is voor de opiatencrisis. Daar is een wedstrijd voor uitgeschreven en wij hebben meegedaan aan die wedstrijd. Die heet de Opioid Detection Challenge en er zijn uit een 85-tal Amerikaanse en buitenlandse inzendingen zijn er 8 finalisten gekozen die een veelbelovende technologie hadden en wij waren daar één van. En omdat daar eigenlijk alle overheden van Amerika gezamenlijk bij betrokken zijn en gezamenlijk aan werken, was dat voor ons, en dat hebben ze ook aan ons gemeld, het bewijs dat er eigenlijk niemand is die op dit moment het aandurft om deze technologie verder te ontwikkelen. Dat is eigenlijk het leuke van het verhaal. En we hebben daarmee zelfs de website van het Witte Huis gehaald. En ja, dat kunnen denk ik echt veel jonge start-ups vertellen, zeg maar. Nee, als je nou denkt aan toepassingen, dit zijn kostbare apparaten. Je zei net al, ja, vliegvelden is voor de hand liggend. En nu, door wat je nu vertelt, denk ik ook van, ik kan me ook zomaar voorstellen dat in post sorteerkamers of douane-achtige faciliteiten dit natuurlijk heel interessant kan zijn. Ja, ja, wij focussen ons op in eerste instantie 2 markten. En dat zijn de pakjes en de koffers. Dus onze potentiële klanten zijn inderdaad vliegvelden en de DHL's, de FedEx'en van deze wereld. En daarnaast, binnen die applicatie, focussen wij ons op 2 dingen. En dat zijn explosieven en drugs. En vooral in drugs verwachten wij heel veel. Want het is eigenlijk op dit moment gebruikelijk, en daar is ook regelgeving voor, dat al die pakketjes die door de lucht vervoerd worden, en ook alle koffers, die moeten door een scansysteem om gescand te worden op explosieven. Maar er is nog helemaal geen regelgeving voor drugs. Er is natuurlijk wel de regelgeving dat ik geen drugs naar jullie toe mag sturen. Maar er is geen regelgeving dat de post of sorteerbedrijven of wie dan ook dat controleren. Dus ja, wij praten dus heel veel met dat soort partijen. En zeker ook met de douane. Want die zullen hopelijk afnemers worden van ons systeem. Ja. Ja, we pakken nog even weer een vraag van Twitter. Ik vroeg het aan het begin ook al even. Hè. Toen vertelde je dat jullie een database aan het liggen zijn van alle stoffen die je zou willen herkennen en zou willen kunnen stoppen. Johan vraagt, gaat het systeem ook zelf leren? En ook van elkaar. Dus ga je meerdere locaties, zeg maar, wat daar gezien wordt, aan elkaar koppelen, waardoor het in potentie een zelflerend systeem zou kunnen worden? Ja, dat is zeker onze bedoeling. Al is het maar, dat is een beetje een flauwe opmerking, maar al is het maar omdat toch alles rondom AI en algoritmes en zelflerende systemen tegenwoordig zo'n hype is, dat als je dat niet doet, dan heb je sowieso al minder interesse van investeerders. Dus dat gaan we zeker doen. Maar er zit nog een ander leuk aspect aan. En dat is dat, ik vertelde net, die X-ray en CT-systemen, daar zitten operators achter. En die moeten getraind worden. En die training die kost ook nog eens een keer heel veel geld. En ze kunnen geen 20 dingen of 30 dingen tegelijk zien. Voordeel van ons systeem is dat dat wel kan. Want voor een computer maakt het niet uit of die nou naar drugs en explosieven moet kijken of naar een van de 2. Maar wat ook een heel groot voordeel is stel je nou voor dat de criminelen denken van ja, weet je wat, we hebben een nieuw drugs uitgevonden. En dat is niet cocaïne, maar dat is cacaïne. Als dat een nieuwe drug is die op de markt komt, dan moeten al die operators, die moeten getraind worden om cacaïne te kunnen zien in die beelden waar ze naar kijken.
En wij zeggen gewoon van nou, cacaïne, dat is die stof, bestaat uit die en die bestanddelen. Je doet een bij wijze van spreken over die air update naar al je machines. En binnen een luttele seconde herkennen alle machines ook cacaïne in plaats van cocaïne. Ja, vertel nou eens wat over je team, Joost. Je zei net al eventjes, vond ik wel interessant dat een van je teamleden ooit met deze technologie alles bezig geweest bij het opsporen van mijnen. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar echt wel hardline natuurkundigen en dat soort mensen in je team zitten. Ja, klopt. Ja, wij zijn op dit moment met een achttal mensen. In februari waren we nog met z'n drieën, dus we zijn eigenlijk de afgelopen maanden heel hard gegroeid. Dat bestaat inderdaad voornamelijk uit PhD'ers, natuurkundigen. Er zit een dame uit die speciaal uit Engeland vorig jaar overgekomen voor ons. Dat is een accelerator specialist. We hebben een AI specialist. We hebben een detectoren specialist. We hebben een simulatie specialist. En dan hebben we nog iemand die de financiën doet. En iemand, een dame die de een stukje marketing en support van de administratie doet. Dus dat is ons team van op dit moment 8 personen. Ja, Johan Schaap zit zich daar aardig mee te bemoeien van afstand, want hij stelde alweer een vraag. Maar dat is eigenlijk, ja, ik zat er zelf net al aan te denken, dus ik ben blij dat hij het formuleert. We zien dat nu ook hè, met alle soorten van testen en systemen die dit soort scannen dingen gaan overnemen. Daar zullen vals positieve meldingen uitkomen. En dat lijkt me ook de grootste bedreiging van het implementeren van een systeem. Wat jullie hebben. En Johan vraagt meer vanuit het perspectief van de reiziger. Zeg maar, hoe verdedig je tegen vals positieve meldingen van zo'n systeem als jullie gaan bouwen? En ik wil daar dan wel aan toevoegen. Hoe gaan jullie voorkomen dat zo'n systeem die foute analyses af en toe maakt? Ten eerste wat ik toen sprak al zei. Wij zijn behoorlijk nauwkeurig. Veel nauwkeuriger dan X-ray en CT-systemen. Omdat we letterlijk tot op atoom. Ja, op dit moment, in het stadium waar je bent. Maar dat kun je natuurlijk pas bewijzen als je 10 miljoen koffers per dag schrijft. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar toch hebben wij, wij verwachten dat onze false positive rate tussen de 3% en 5% zal liggen. Mag ik dat heel veel vinden? Dat mag. Maar je kunt zelf al een beetje nagaan dat hoe vaak gebeurt het op Schiphol dat een tas open moet. Dat is toch gauw 1 op de 5, 1 op de 4 keer. Dus daar zijn false positives vele malen hoger. Ja, want jij zegt eigenlijk, jullie geven eigenlijk aan, in deze koffer zit hoogstwaarschijnlijk cocaïne. Kijk ernaar. Hoe gaat het in? Wat ze zeggen is dat je 100 keer zegt dat er cocaïne in zit en daarvan zit er 5 keer geen cocaïne in. Dat snap ik. Maar, okay. maar omdat je het vergelijkt met zeg maar de handbagage. Ja. Want jullie geven dit aan, maar daarna gaat er iemand anders mee aan de slag. Toch? Jullie zijn een hulpmiddel voor de mensen die daar werken. Ja, alleen het verschil is dat als jij een systeem hebt wat 30% fouten maakt, dan moet in 30% van de gevallen moeten er mensen of andere systemen mee aan de slag. Dat kunnen honden zijn, dat kunnen operators zijn die een koffer openmaken, et cetera. En als het 5% is, dan hoeven maar 5 keer een koffer opengemaakt te worden, waarbij bovendien, laat ik het zo zeggen, als er van de 100 koffers met cocaïne, stel dat er 100 keer cocaïne in zit en je zegt 95 keer er zit cocaïne in, dan gaan die 95, die gaan natuurlijk wel van de band af. Dus die worden sowieso opengemaakt, maar dan is het geen vals alarm, dan is het een terecht alarm. Ja. Dus als er echt iets aan de hand is, wordt een koffer of een pakketje natuurlijk opengemaakt. Alleen het gebeurt ontzettend vaak dat iets opengemaakt wordt, terwijl achteraf het niet nodig gebleken te zijn. Je zei eerder, we gaan niet met zeg maar de handbagage in de weer. En ik ga later nog uitleggen waarom niet. Waarom niet? Nou, dat heeft te maken met het feit dat wij met gammastralen werken.
Dat betekent dat er iets van radiation erbij te pas komt. En dat betekent dat wij in het begin rondom het systeem een stukje shielding, zoals dat heet, nodig hebben. Dat hebben de X-ray apparaten ook. Hè. Vergelijk het maar met het begin van de X-ray apparaten, dat iemand zijn fotorolletje er doorheen wilde sturen. En het heeft een aantal jaren geduurd voordat bij het publiek het gevoel was van dat is veilig. En wij willen dus niet bij in de buurt van mensen beginnen. Al is het maar om te voorkomen dat men daar te veel vragen over stelt. Dat is één. En het tweede is, omdat ons systeem het doel heeft om volledig automatisch te werken, kan dat juist heel makkelijk in een omgeving waar geen mensen zijn. En dat is voor koffers en pakketjes in grote distributiecentra is dat vele malen makkelijk. Dus vandaar dat we daarmee beginnen. En als dan na een aantal jaren blijkt dat het systeem fantastisch werkt, ja, dan kunnen we altijd nog naar de handbagage toe. Hey, we doen altijd een half uur. Het half uur zit er alweer weer bijna op. Wij vragen altijd ergens aan het eind van de uitzending onze gast over een jaar of soms vragen we 2 jaar wil zijn. Maar jullie scope is best wel lang, hè? Want we gaan jullie pas tegenkomen over een aantal jaren. Dus hoe zet je dan je milestones? Hoe zeg jij nu met je bedrijf, hier willen we over een jaar staan? Over een jaar dan willen wij toch wel goed bezig zijn met het bouwen van een prototype. En als we daarmee bezig zijn, dan betekent dat we ook de nodige investeerders aan ons hebben gebonden die in ons product geloven. Dus als ik over een jaar inderdaad bezig ben letterlijk met dat prototype maken, dan ben ik een heel gelukkig mens. Want dan hebben we dus, ik zei al, het kost ons 5 à 6 miljoen om zo'n goed werkend prototype te maken. Dan hebben we dat binnengehaald. En dat betekent dat er investeerders zijn die in ons geloven. Dus daar hoop ik over een jaar te staan. Nou, hartstikke mooi. Ik vind het echt ik heb altijd respect voor die hardcore technologische innovaties die we steeds vaker uit Eindhoven, Delft, Twente zien komen. Dus ontzettend veel succes. We blijven jullie volgen. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, heel veel succes ook namens mij. En dan start ik nu de eindtune in.